Dave is wel een heel goede danser. Dave kan echt goed dansen. Maar het gaat niet stroever. Denk ik. Wanneer was de laatste keer dat je gedanst hebt? 1996, denk ik. Ja. Ja. Zoiets. We zijn al zo lang Soulwax en Too Many DJs en andere dingen. Maar het bandgegeven dat bij een plaatfirma een plaat uitbrengt en toert, is op zich niet de meest dynamische structuur. En ik denk dat er voor ons misschien hetgene was waar we het meest mee gestruggeld hebben de laatste jaren. En dan zeiden we van oké, als we het gaan doen, dan gaan we, en ineens zagen we plots die drie drummers, dat optreden. En ineens was wacht, we kunnen, we hebben een manier om dit te doen. Drie verschillende soorten drummers. Maar als we het idee hadden van met meer dan één drummer te werken, waren we bijna verontschuldigd om Igor Cavalera te bellen. Want hij was een heel goede vriend van ons. En ik denk, moest ik ooit iets doen met meer dan één drum en ik zou hem niet gevraagd hebben, zou hij kwaad geweest zijn op ons. En we hebben hem gebeld en hij was echt zo, tell me when, I'm there. En dan de tweede, we dachten aan Victoria ook. En Victoria speelde bij MIA en Jamie T en zo. We zijn met haar een theetje gaan drinken en we dachten ook van misschien moeten we haar uitleggen wat we aan het doen zijn. En zei zo, I've been a big Soulwax fan for 10 years of my life. When do you want me there? En zo, oké, shit, we hebben er twee. En dan Blake, eigenlijk helpt hij ons enorm veel als roadie, maar die speelt ook bij een band Turbowolf. En dan zijn iedereen ook van, maar waarom niet Blake? En wij zeiden, natuurlijk, we hebben hem hier. En dat ging heel rap. Dat was een proces van, ik dacht dat het proces weken ging duren van, gaat het lukken, kan het? Dat was zo één dag. En dan zo, oké, shit, nu moeten we het doen. Nu moeten wij beginnen werken. We zijn eigenlijk vorig jaar begonnen toeren voor de plaat. En we hebben eigenlijk gewoon een tour toegezegd, dus zonder dat we muziek hadden. We hadden eigenlijk gewoon het idee van de drie drummers en studio, podium. En dan zijn we op een maand of twee maand tijd in paniek muziek beginnen maken. Dan hebben we dat getoerd en dan zo elk optreden beginnen bijschaven en veranderen en aanpassen. We hebben de partijen gemaakt, de nummers geschreven, we staan ook op het podium te zingen of te spelen. Maar zij zijn zo'n eigen entiteit die eigenlijk een soort ding dat leeft. En, en elke show is het anders en voelt je de dynamieken tussen hun gedries verschillen. Maar ze beginnen altijd meer en meer te improviseren en meer. En het is super cool voor ons ook. Een drum is een soort fysieke manifestatie die je voelt en ziet. Je kunt een drumstel horen zelfs, zonder de PA. Je hoort het. En het idee was dan van oké, maar als dat het element is waar mensen naartoe getrokken worden en dat voor ons eigenlijk belangrijk is, als we het met meer dan één doen, moeten we het zo doen dat de rhythm track disconnected is en dat er drie verschillende dingen zijn die samenkomen. Dat die drie drums één drum worden eigenlijk. Dat is eigenlijk was de bedoeling. Ja, we zijn zot. Het is goed. Ze naar ons te kijken zo. Oh.